Delfshaven is the place to be. Jullie van moi, wat is dat? Ja, moi staat gelijk aan textuele verwennis. Dus we bedenken zo nu en dan, of eigenlijk wel elke dag, een nieuwe tekst. En ja, uiteindelijk kwam ook dit daaruit. Ja, New York, Parijs, Londen, die zijn natuurlijk allemaal een beetje passé eigenlijk. Delfshaven is natuurlijk waar het nu eigenlijk sowieso de laatste jaren al gebeurt. En ja, Delfshaven is gewoon upcoming. En dat hebben die andere steden natuurlijk ook donders goed in de gaten. En die zijn daar gewoon jaloers op. En dat hebben we met dit t-shirt gevat. Wat gebeurt er dan volgens jullie in Delfshaven allemaal? Ja, wat gebeurt er niet? Kijk, ja, het is natuurlijk mooi geworden. De laatste tijd is heel de straat aangepakt. Hier de nieuwe binnenweg. Je hebt historisch Delfshaven met natuurlijk iconen als Piet Hein, de Pelgrimvaders, Café de Ooievaar, ik noem maar wat. Ja, en daar gaat het natuurlijk ook helemaal los. Verderop op de nieuwe binnenweg heb je natuurlijk allemaal leuke nieuwe toko's en Urban Espresso Bar. En ja, alles wat creatief is, dat komt hier voorbij. Dus dat, ja, het gaat hier helemaal los. Nu zijn jullie ook min of meer nieuwe en jonge ondernemers. Hoe gaat het met moi? Ja, dat jonge gaat er zo langzamerhand een beetje vanaf. Maar we blijven nog wel jong van boven. En jong van onder ook wel hoor, een beetje. En ja, nee, het gaat hartstikke goed. Een van jullie vorige teksten was Ich liebe Rotterdam. Ja. Loopt dat nou, zo'n tekst? Ja, dat is eigenlijk het enige wat loopt. Nee hoor. Nee, dat loopt eigenlijk nog steeds. Dat is inmiddels bijna 5 jaar geleden dat we dat hebben bedacht. Het gaat al naar het eerste lustrum toe. Dus we hebben binnenkort een feestje. En ja, dat loopt eigenlijk nog steeds heel leuk.